De aanpak van de wegen die leiden naar de dorpen Victoria en Assigrong laat op zich wachten. Districtscommissaris Ludwig Mendelsohn van Brokopondo zegt dat nu wordt gekeken naar de autoriteiten om met een oplossing te komen. Eerder deze week hebben bewoners van het gebied die de weg gebarricadeerd om aandacht te vragen voor dit probleem. U weet dat het land zit in een crisis. Ik weet niet wanneer we eruit komen. Maar ik denk van dat het een beetje moeilijk maakt van dat bepaalde zaken niet gedaan kunnen krijgen. Van de gemeenschap van Assigrong Victoria heb ik gehoord van dat de laatste keer dat de overheid wat gedaan heeft aan de weg, dat het was in 2015. Maar dan na 6 jaar niet terug. En in Chide Olona Apasi, dat is niet te doen. Niet in Chide. Hoe heeft hier gisteren hun opname gedaan? En ja. Dus laten we kijken, maar ik blijf in gesprek met ondernemers in het gebied. Ja, om te kijken wat zij kunnen betekenen voor de community van Brokopondo. Mendelsohn zegt dat de samenleving moet begrijpen dat de mensen van het gebied teleurgesteld zijn. Ze zijn verhit, omdat de wegen al een geruime tijd in een hele slechte staat verkeren. De DC heeft met de bewoners gesproken, waarna zij de barricades hebben verwijderd. Ze hebben het duidelijk gezegd, DC, uit respect voor u gaan we het verwijderen, maar als er geen oplossing komt, gaan we het weer barricaderen. Ja, dus ja, de gemeenschap is wachtende op die oplossing. Kijk, sowieso mag ik u zeggen, en u mag het weten, als het commissariaat zou beschikken over de middelen of het materieel en het materiaal, ja, zouden we het samen met de deskundigen doen, begrijpt u? Maar als je afhankelijk bent, ja, van partners, ja, dan is het maar wachten totdat ze daartoe bereid zijn om zeg maar een bijdrage te leveren. Mendelsohn zegt dat er een heleboel verteld wordt over de rijkdommen in het district, maar deze worden juist weggedragen door investeerders. Volgens de burgervader moet nu gewerkt worden aan duurzame investeringen wat betreft de infrastructuur.